ik hamer erop dat je het lef moet houden om een vooruitbetaling te vragen. In elk geval een gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen. En ik hamer er ook op om, als je hier zaken doet in de UAE, dat je zodra je niet betaald bent, na dag 1 aan de bel trekt. Sterker nog, durf gewoon 4-5 dagen voordat je betaald moet worden te vragen, is alles oké? Okay? Staat mijn betaling op de rol? De reden dat ik daar zo op hamer, is dat faillissementswetgeving hier nog echt helemaal in de kinderschoenen staat. Het is relatief eenvoudig om een bedrijf gewoon op te heffen. En een bedrijf kan ook failliet gaan. En dat betekent niet per definitie dat de directeur dan ook de gevangenis ingaat. Dat was heel lang geleden wel zo, maar daar zijn tegenwoordig andere wegen voor. Met andere woorden, als je grote afnemer steeds niet betaalt, dan zit je meteen in een zeer ernstig risicogebied. En dat is iets wat je kunt vermijden door meteen te vragen om een vooruitbetaling en zeer scherp debiteurenbeheer te voeren.